nieuwe video. Nou, als je zin hebt in een full face video met allemaal nieuwe make-up producten, dan moet je zeker even blijven kijken. Nou, ik denk dat het enthousiasme er al afstraalde in de intro. En ik heb dit keer echt een hele volle full face video. Misschien dat ik het wel de full face XXL ga noemen, want het is echt wel full face. Ik heb dit keer echt gewoon veel producten bij elkaar verzameld. Toffe nieuwe launches, dingen van besteld. Dus ja, ik denk dat dit wel een goed gevulde video is. Ik ben in ieder geval altijd heel erg excited om nieuwe producten te gaan proberen. Mij maak je daar echt heel erg blij mee. Daardoor kan ik dus ook goed testen als eerste indruk welke producten absoluut een go zijn en welke echt een no zijn. Dus ja, als je gewoon ontzettend benieuwd bent naar deze video, zou ik zeggen, blijf lekker kijken. Nou, ik heb echt super veel zin in deze video. Dat zei ik ook de video van afgelopen woensdag. Vond ik ook een hele leuke video persoonlijk. Maar ik heb nu echt weer een full face first impressions. Ik heb echt mega veel producten. En ik sta echt te trappelen om dit allemaal te gaan gebruiken. Normaal gesproken doe ik in dit soort video's eigenlijk meer make-up. Niet echt skincare of pamperachtige producten. Maar ik heb dit keer ook een oogcreme en een nieuw lipmasker. Ik begin even met de oogcreme, want ik heb dus mijn huidverzorging nu al op. Alleen nog geen oogcreme, dus dat heb ik even afgewacht voor deze. Ik bestelde namelijk twee producten bij Tarte. Die gaan jullie zo meteen voorbij zien komen. En toen kwam ik ook deze tegen. En dit is de gloednieuwe Shape Tape Eye Cream. En toen dacht ik, nou, de Shape Tape lijn is echt super populair. Hoe tof zou het dan zijn als ze daar ook een oogcreme bij bedacht hebben? Dus ja, ik ben wel echt heel erg benieuwd hiernaar. Dit is een mini. Ik vind het persoonlijk qua formaat geen mini. Het ziet er voor mij gewoon uit als een full size. Dat wil dus zeggen dat de full size nog een tikje groter is. Mooie witte verpakking. En hier zit dus een metalen bolletje op. En dat vond ik dus eigenlijk heel erg interessant. Want de bedoeling is dus dat je hierin knijpt. Zodat het product aan de zijkantjes van dat bolletje eruit komt. En dat je hem dus zo kunt aanbrengen onder de ogen. Nou, het is natuurlijk niet echt meer geheim dat koelte en kou rondom de ogen gewoon echt de boel een beetje opklaart. Dus zo'n metalen bolletje vond ik er wel echt heel erg interessant uitzien. Ik heb deze dus ook nog niet gebruikt. Dit is de eerste keer. Dus ik ga gewoon proberen. Ik ga in ieder geval hier even aan drukken. Ik denk dat er niet in één keer heel veel uitkomt. Dat je een beetje moet opbouwen. Ik hoor wel wat ontstaan, maar ik zie nog niets. Oh ja, daar komt hij. Dus hier omheen is nu zeg maar de crème uitgekomen. Dus dat ga ik aanbrengen onder mijn ogen. Ik zoom een beetje in. Oké, dat balletje is serieus koud. Dat had ik al een beetje gevoeld toen hij binnenkwam van de week. Want ik dacht, ja weet je, leuk zo'n balletje. Maar hij moet wel ook echt van metaal zijn, wil dat effect hebben. Het voelt in ieder geval wel echt super lekker. Ik heb de afgelopen tijd wel echt issues gehad met mijn ogen en plekjes en dingetjes. Dus ik ben wel een beetje gevoelig daar. Maar ja, Tarte heeft wel echt gewoon hele huidvriendelijke producten. En dit is wel de eerste keer dat ik iets van skincare van Tarte probeer. Ik doe de rest heel eventjes zo. En ik gebruik hem ook wat een beetje onder mijn wenkbrauw. Zo. Nou, je ziet niet gelijk heel veel verschil. Ik merk wel dat ik het er een beetje in moet kloppen nog. Het voelt in ieder geval wel heel fijn. Ja, als ik zo in de camera kijk, niet zoiets van, nou, dit is echt een mega verschil. Maar het ziet er toch iets frisser uit ofzo. Dus ik ga nu even weer opnieuw pompen. Dus het is gewoon één pompje en dat is wat je aanbrengt. Maar het voelt wel echt mega lekker fris. Ik weet niet of dat ik dit echt een everyday product vind. Omdat het toch wel even tijd in beslag neemt met zo'n balletje. Maar ik denk dat ik dit wel lekker voor iedere zondag vind, zeg maar. Misschien met me in bad te gaan ofzo. Of als soort van extra dingetje voor mijn ogen. Voor wat extra verzorging. De crème voelt best wel lekker. Irriteert tot nu toe ook nog niet per se. En dat balletje is wel echt nice. Ik voel op de een manier iets tintelen. En dan vraag ik me af, is het dan dat er iets in het product zit waar ik straks een allergische reactie op ga krijgen? Of is het echt puur die koelte? Dit was natuurlijk best een beetje een extra product om te proberen. Maar dit voelt eigenlijk wel lekker. Dus ik vind het wel een leuk concept. Die balletjes, dat vind ik niet per se iets nieuws. Maar wel op deze manier. En het werkt tot nu toe wel gewoon lekker. Dus ik zou zeggen, als je trouwens ook niet per se de full size wil kopen, vind ik zo mini qua formaat ook best wel prima. Het is niet echt mega mini of zo. Dus leuk product. Ik ga nu nog even een lipmasker opdoen. Deze is van Dr. Pau Pau. En ja, de meesten die Shark Academy volgen, die weten dat dit mijn favoriete merk is voor lippenbalsem. En dit is dus een gloednieuw product. Ik heb dit gewonnen via Instagram bij Dr. Pau Pau. Super tof. Maar ik heb dit product dus niet eerder nog gezien in Nederland. Dus ik weet ook niet of dat nog komt of dat niet komt. Maar ik was wel heel erg benieuwd om het toch te proberen. Dit is in ieder geval de Overnight Lip Mask. Multipurpose Lip Mask with Natural Pau Pau.
Softening and smoothening lip mask for a day or night. Fragrance free en vegan friendly. Nou, hij zit nog dicht. Ik heb hem ook nog niet gebruikt in de tussentijd. Mijn lippen zijn nu weer een beetje herstellende van al die droogte van de afgelopen weken. Dus mijn lippen zijn nu ja, even niet zeg maar extra gehydrateerd omdat ik er nu niks op heb zitten. Het is hier een beetje droog. Dus ik ben wel benieuwd of dat dit lipmasker echt in één keer de boel helemaal glad krijgt. Zit dus gewoon in zo'n knijptubetje. Dus ik haal hem een beetje uit met mijn vinger. Het product is vrij dik. Ik krijg het niet zo heel makkelijk uit de tube. Ik moet echt gewoon hard duwen. Daar komt iets. Dus dat ga ik even aanbrengen op mijn lippen. Het is inderdaad echt een masker. Het is echt wel een stukje dikker. Dus daar moet je van houden. En ik dacht eerst, misschien is dit weer even niet handig om dat net voor mijn foundation bijvoorbeeld op te gaan doen. Dat ik het niet eigenlijk overal insmeer. Maar het zit best wel op zijn plek, zeg maar. Het gaat niet gewoon gelijk overal zitten. Dus het is wel dik op een prettige manier. Dus voelt wel fijn. Dus tot nu toe word ik hier wel blij van. Nou, het maakt dus niet uit of dat je dit overdag of voor slapen gaan aanbrengt. Maar het is dus meer een masker. Dus het is net even wat hydraterender als gewoon de lippenbalsem. Ook al vind ik die ook wel heel fijn. Dus ik ben benieuwd hoe dat het er straks uitziet voordat ik mijn lipstick ga aanbrengen. Nou, eigenlijk heb ik mijn primer en foundation dit keer niet anders. Want ik ga binnenkort namelijk maar liefst 3 nieuwe foundations proberen. Dus voor deze video dacht ik, ik houd eventjes hetzelfde. Maar ik heb wel een aantal basisproducten die hier wel mooi aansluiten. Ik begin in ieder geval even met mijn Milk Primer. Ja, vind ik nog steeds gewoon een hele fijne primer. Ik heb wel gehoord dat er eentje is van Elf Cosmetics die heel erg op lijkt. En die wil ik eigenlijk nog wel graag gaan proberen. Alleen die is steeds overal uitverkocht. Dus zodra die weer te koop is, komt daar denk ik wel een battle mee. Want ja, het klinkt natuurlijk wel heel erg bizar als het hetzelfde is. Dan moet ik ook wel zeggen dat deze voor mij best wel huidvriendelijk is. Ik gebruik dit nu echt al een tijdje en ja, kijk maar naar mijn huid, het ziet er best wel rustig uit. Dus dan hoop ik wel dat die van Elf bijvoorbeeld niet vol met parfum zit. Want dan is het wat mij betreft geen battle waardig. Dus dat zou ik nog even moeten uitzoeken. Nou, ik heb voor deze video dus geen nieuwe foundation. Maar wel een nieuwe foundation brush. En dan zou je wel denken, Char, had jij niet laatst 2 nieuwe foundation brushes van It Cosmetics gekocht? Weet je wel, met dat hartje? Ja, klopt. Maar ik was even vergeten dat deze nog onderweg was met groepsorders. Want dit is namelijk de foundation brush van Rare Beauty. Oftewel het merk van Selena Gomez. Ik hoorde hier hele goede dingen over. Dus ik dacht, nou, dat wil ik dan eigenlijk wel proberen. Kwast ziet er wel echt gewoon mooi uit. Het is een beetje nude kleurige uitstraling. En het is vooral de shape die ik interessant vind. Dit is natuurlijk een van mijn favoriete foundations zoals jullie weten. Dus als die hier fijn mee werkt, ben ik wel heel erg blij. Dus ik ga het eens even uitproberen. Ik gebruik dus deze van Shiseido. Breng gewoon op mijn hand aan. En dan ga ik de brush indippen. Ik ben echt heel benieuwd. Ik vind het vooral belangrijk met een goede foundation brush dat hij niet streperig is. En dat hij natuurlijk mooi dekt. Nou. Het voelt in ieder geval wel zacht. De dekking is... dat ziet er ook wel goed uit. Nou, voor zo'n eerste applicatie denk ik van... Nou, dat ziet er niet verkeerd uit. Ik snap wel dat mensen zeggen van dit is een fijne foundation brush. Nu is natuurlijk de vraag, welke vind ik fijner? Die van It Cosmetics of deze? Ja, ik vind het wel een lekkere vorm. Ik merk dat hij gewoon de dikte van de brush, dat hij daardoor echt wel goed aanbrengt. Ik hou zelf meer een beetje van een smerende applicatie. En dat werkt hier prima mee. Ik denk dat je als je hem er echt in baft, dat het ook wel werkt. Maar ja, vind ik niet zo fijn. En hij is ook gewoon groot genoeg om het hele gezicht zeg maar makkelijk te doen. Er is ook nog een concealer variant van. Maar ja, die vond ik best wel lijken op die van Pat McGrath. Dus ik had zoiets van, ik ga gewoon lekker voor de foundation brush. Maar als ik dit zo zie, zou ik dat zeker wel vaker doen. Nou, dan heb ik dus bij Tarte besteld. Eigenlijk voor dit nieuwe product. Want dit is namelijk de Tarte Shape Tip Concealer. Maar dan de nieuwe Ultra Creamy variant. Ik ben best wel Tarte Shape Tip fan, zeg maar, de concealer. Maar ik vind hem voor het perfecte, zeker in combinatie met de concealer die ik nu gebruik van Bare Minerals, echt wel iets te mat. Ik ben een beetje uit dat mattige gesprongen. En ik poeder het natuurlijk altijd af, dus dan wordt het nog matter. En... vind ik gewoon niet zo fijn, dus daardoor heb ik mijn shape tape al een tijdje niet meer gebruikt. Maar nu is er dus een nieuwe variant die ja, iets meer skincare benefits heeft. Dus ja, klinkt natuurlijk echt wel fantastisch. Dus dus ik wilde hem al eerder bestellen, maar die van mij was continu uitverkocht, mijn kleur. Tarte heeft echt wel veel kleuren, maar ook snel uitverkocht.
Maar eindelijk was hij weer op voorraad, dus heb ik hem gekocht. Ik gebruik hier trouwens nummertje 16 en dat is Fair Light Neutral. Ik heb echt heel lang gestruggeld welke kleur ik nou moest hebben. Want ik heb een keer Light Neutral gehad, Fair Neutral, Fair Beige. Eigenlijk allemaal iets te licht en Light Neutral is dan weer te donker. Nou, dit zit er dus precies tussenin, Fair Light Neutral. Daar zijn de eventuele extra kosten al bij de prijs in. Dus het is zeg maar inclusief taxes, waardoor je dus niet naderhand nog extra invoerkosten of inklaringskosten betaalt. Dus ja, deze heb ik gewoon op de site van Tarte zelf besteld. En duurde iets meer dan een week voordat hij binnen was. Nou, ik ben heel erg benieuwd of dat hij dus voornamelijk wat minder mat is. En of de dekking net zo goed is. Want dat is natuurlijk wel iets wat ik wel hetzelfde wil houden. Ik moet altijd wel weer heel erg wennen aan die grote applicator. Want ja, als je eenmaal een beetje gebruikt wat je nu gebruikt. Die applicator van mijn huidige concealer van Bare Minerals is echt veel kleiner namelijk. Dus dan is zo'n grote weer even wennen. Ik merk al nu al dat ik veel minder gebruik als wat ik normaal gesproken zou gebruiken. Dus ik heb het gewoon aangestipt. Dan ga ik het nu met mijn spons van Linda Haber Cosmetics blenden. Klinkt gek om te zeggen, maar ik heb het idee dat hij niet zo goed reageert op de oogcreme. Want precies waar ik de oogcreme heb aangebracht, heb ik nu een soort van rare plek zitten. Op een afstand zie je het niet, maar als ik close-up met de spiegel kijk, zie ik hier echt een soort van textuur van de concealer zitten. Hij is wel wat, ja, gehydrateerder zoals je ziet. Oké. Balen, want ja, de crème voelde best wel fijn, maar zo te zien is hij niet helemaal afgestemd op de concealer of zo. Oké, nou, ik ga de andere kant nog even doen. En ja, het zou natuurlijk gek zijn als het daar niet zo is, dus ik verwacht dat het daar ook zal gebeuren. Maakt nu wel lastig om natuurlijk te kunnen beoordelen of dat aan die crème ligt of aan de concealer. Maar sowieso maak ik nu iedere eind van de maand ongeveer een toppers en floppers video. En de aankomende video van de toppers en floppers zal best wel huge zijn, want ik heb natuurlijk echt wel veel producten die ik deze maand heb getest. Dus daar zul je ook nog even zien hoe ik hem uiteindelijk heb ervaren. Nou, het blendt in ieder geval wel gewoon fijn. Het frist ook lekker op, dus de kleur, daar heb ik echt niks op aan te merken. Hij is dus iets shinier. Nou, dat vind ik ook fijn. Maar op de een of andere manier ligt hij heel erg op de huid. En ja, nu even aan mij de vraag, ligt dat nou aan de concealer of ligt dat aan de oogcreme? Ik heb een beetje mixed feelings. Ik weet nu niet zo goed of ik nou moet zeggen dat ik de concealer fijn vind of niet. Dus dat is een beetje, ja, een beetje lastig. Zo op het eerste gezicht, ja, is de concealer dus wel iets glowier. Dus als je daarnaar op zoek was, ja, dan werkt het wat mij betreft wel gewoon goed. Maar waarom die zo op de huid ligt, ik durf niet te zeggen. Nou, dan heb ik ook nog twee nieuwe poeders. Dat is onder andere de Becca Under Eye Brightening Setting Powder. Die wil ik dus zo meteen onder mijn ogen gaan aanbrengen. En dit is de Becca Hydra Mist Set and Refresh Powder. Ik heb deze onlangs allebei besteld bij de Douglas. En Becca gaat natuurlijk vanaf september dit jaar stoppen. Dus ik was eigenlijk wel benieuwd, ja, is het nog de moeite om deze alsnog te gaan proberen? Hier hoorde ik in ieder geval echt super goede dingen over. En de gezichtspoeder, dit is een mini, heb ik ook wel goede dingen over gehoord. Het maakt me in ieder geval wel nieuwsgierig om dit te gaan proberen. Ik ga met mijn Morphe, even kijken welke is dit, E49, de poeder onder de ogen aanbrengen. En ik heb al echt lang niet meer zo'n losse poeder onder mijn ogen gebruikt. Ik gebruik natuurlijk eigenlijk altijd nu gewoon die van Pat McGrath. Vind ik gewoon echt super fijn. Dus ik ben ook heel erg benieuwd of dat ik nog andere poeders fijn ga vinden. Maar ik ga het gewoon proberen. Nou, ik zie gelijk wel dat die concealer natuurlijk veel matter mee wordt. Op zich heb ik wel het idee dat het er iets frisser uitziet. Dus de poeder zo op zichzelf, nou, best wel prima. Concealer wordt er best wel mat van. Dus dat glowy, dat is nu echt wel weg. Maar ja, ik ben wel van mening, als je het niet afpoedert, gaat het heel erg in de lijntjes zitten. Dus je moet dit er gewoon afpoederen. Maar misschien is deze poeder daar dan gewoon net even iets te mat voor. Ja, ziet er op zich wel gewoon prima uit. Wat ik erover gehoord en gelezen heb, is dat het er gewoon wat frisser uitziet met deze poeder. En als ik zo even in het schermpje van de camera kijk, denk ik wel van ja, ziet er op zich wel lekker fris uit. Dus die zou ik op zich al vaker gebruiken. Nou, dan heb ik dus ook nog een losse poeder voor op het gezicht. Deze blijkt best mat, maar wel een soort van natte finish te hebben. Ja, klinkt heel gek waarschijnlijk. Maar ja, blijkt wel gewoon heel fijn te zijn om aan te brengen. Ik hoop dat ik het goed kan laten zien zo, maar het heeft dus een soort van mesh top. Zo'n netje eroverheen. En de bedoeling is dus eigenlijk dat je met je kwast hier optikt. En dat dus op die manier dan de poeder op de kwast verschijnt. Ja, ik heb deze volgens mij gewoon in de lichtste kleur. Ik ga in ieder geval eerst even mijn voorhoofd afpoederen, want dat vind ik altijd het meest glimmend. Oh, het voelt wel lekker aan. Het is toch een soort van, ja, een soort dauw of zo op mijn hoofd. Ik kan het niet even uitleggen. Het voelt in ieder geval wel lekker. En hij is niet heel mat. Ik merk wel dat hij matteert, want dat zie ik, maar Het is wel gewoon een lekker neutraal effect of zo. En ik vind dat meshlaagje wel echt ideaal. Dus ik doe nu even een beetje met deze zone.
En dan een beetje langs mijn wangen. Ik doe even niet te veel zeg maar, op mijn wangen. Want ik heb zometeen nog twee cream producten die ik wil gaan gebruiken. Dan vind ik dit er wel nice uitzien. Ik zou deze zo op het eerste gezicht best wel vaker gebruiken. Nou, de basis zit er in ieder geval op. Als ik in ieder geval nu naar mijn gezicht kijk. Ja, de foundation en de primer, dat ken ik natuurlijk al. Maar op een of andere manier vind ik de concealer gewoon... Ja, een soort van heel erg dik erop liggen. En ik ben toch van mening dat het wel door de combinatie met de oogcreme komt. Want het is echt precies hier en waar ik zeg maar, die oogcreme heb aangebracht. Dus ja, het is wel een beetje teleurstellend. Maar ik zal in ieder geval de komende week de concealer nog eens even apart gebruiken. Dus zonder die oogcreme, gewoon in mijn huidige routine. Om te kijken of het niet aan de concealer ligt. Want dat zou natuurlijk best wel een beetje jammer zijn. Maar ja, de basis ziet er op zich wel goed uit. Ik vind de poeders ook wel goed hun werk hebben gedaan. En het ziet er wel gewoon ja, lekker fris uit. En dan heb ik nog een nieuw product van Tarte. En ik hoop dat deze mijn gezicht iets blijer gaat maken. Dit is namelijk de bronzer. En dit is de Tarte C Breezy Cream Bronzer. Dit is een mini. En echt super chill dat je deze natuurlijk ook in de mini hebt. Want dit zijn echt van die producten. Ik heb best wel veel cream contour bronzer producten. Dus op een gegeven moment, als het dan niet fijn is, dan is het fijn als het een mini is. Maar je hebt deze dus ook in de full size. Dit is in ieder geval de verpakking die eruit ziet. Mooie blauwe turquoise kleur. En dit is de kleur, even kijken, Seashells. Je hebt volgens mij nog één donkerdere kleur. En dit is dus ja, de meest neutrale kleur. Er zit ook nog een spiegeltje in. En volgens mij is de full size echt wel een flinke slag groter. Dus dit is best wel een klein product. Ik hoop ook dat mijn kwast erin past. Maar ik heb hier echt hele goede dingen over gehoord. De blush ook wel, maar de kleur die ik wilde was continu uitverkocht. Dus ik dacht, weet je, ik heb genoeg cream blush. Ik ben eigenlijk veel benieuwder naar de bronzer. Er komt hier ook een speciale kwast bij. Dat is deze. Vond ik op zich ook wel interessant uitzien, maar was ook steeds uitverkocht. Dus Tarte is wel echt van, als je daar fan van bent, tenminste dat heb ik gewoon gemerkt, dan wil je gewoon alles hebben op een of andere manier. Want Tarte is echt, ze heeft dingen snel uitverkocht. Ik heb in ieder geval een beetje mijn kwast aangebracht. Ik zie gelijk al dat hij echt al een beetje shiny is. Dus daar ben ik blij mee. Want ik hou wel van een beetje een moisturizing bronzer. Ik ga hem in ieder geval nu aanbrengen onder mijn jukbeen. En wat ik begreep waarom dit zo'n fijne bronzer is, dat hij er gewoon heel natuurlijk uitziet. De kleur is mooi en dat hij ook gewoon fijn blendt. Ik zie nu al dat hij echt heel natuurlijk is. Hij ligt echt gewoon niet op de huid, maar op een of andere manier verdwijnt hij er gewoon in. Dus dat ja, ziet er goed uit. Ik heb hier een beetje last van een paar onzuivere plekjes. Dat lijkt dat hij daar een beetje aan vasthoudt. Dus ik zal zo meteen even aan die kant natuurlijk ook proberen. Daar heb ik iets minder van die plekjes. Kleur vind ik inderdaad mooi. Dat ziet er goed uit. En ja, kijk, als dit gewoon een fijn product is, kan ik de full size natuurlijk altijd nog kopen. Ik ben tot nu toe meest tevreden eigenlijk over die van Chanel en die van Soulbody. Die gebruik ik gewoon echt ja, wekelijks, bijna dagelijks. Dus een nieuwe is natuurlijk altijd tof. Ja, de kleur is gewoon echt perfect. Want ik ben nu gewoon net even iets meer tint aan deze kant, zonder dat het gelijk heel overdreven uitziet. De kleur is echt geweldig. Hij is op de camera iets neutraler. In het echt is hij... tikje warmer, maar wel gewoon op een ja, mooie manier. Dus ja, ik word hier wel blij van. Zo, ik snap wel dat mensen het een fijne bronzer vinden. Ik ben echt wel impressed. En nou is dit natuurlijk een mini, dus het is met een kwast. Voor mij past er echt precies in, dus een veel grotere slag kwast wordt een beetje lastig. Maar ik denk dat als ik dit zo zie, dat ik best wel die full size zou willen bestellen. Vind ik sowieso altijd wel echt een plus. Tarte heeft echt super veel travel size, mini size varianten van hun producten. Want zo is van die concealer van Tarte ook een mini. Dus ja, hoe ideaal eigenlijk. En dat is, vind ik echt wel een plus. Want daardoor word je ook niet gelijk gepusht om zeg maar zo'n dure full size te kopen. Nou, ik denk dat ik deze zelfs misschien wat fijner vind als de concealer. Dus dit vind ik echt een heel toffe bronzer. Dat ziet er echt goed uit. Ik begreep dat deze alweer iets langer in het assortiment zitten als de blushes. Dus deze kwam eerst en toen pas die nieuwe blushes die ik laatst in de koop of laten lopen heb laten zien. Maar ik vind het jammer dat hier niet gewoon veel meer over verteld werd. Want ik kwam hem eigenlijk gewoon tegen op de site zo van, oh, er zijn er bronzers van. En toen ben ik eigenlijk de reviews gaan lezen en die waren zo positief dat ik dacht van, oké, die moet ik proberen. Nou, ik gebruik hier dus de stippling brush bij van Boozy Shop. Dat is mijn favoriete kwast eigenlijk om bronzer aan te brengen. Nou, dat doet deze ook heel lekker. De kleur is mooi, het blendt heel mooi. En wat ik mooi vind is dat hij een soort van glow heeft. Dus het ziet er gewoon heel erg gehydrateerd en smooth uit. Dus ik ben tot nu toe van alles wat ik hier geprobeerd heb, hier wel het meest enthousiast over. Heb ik ook een nieuwe blush. En dit is een blush van Rare Beauty. Dus ook van het merk van Selena Gomez. En ik heb daar natuurlijk al de liquid blush van. Vind ik een mooi product, maar doordat die van mij dus mat is, moet ik daar echt super snel mee werken.
En ik merk op everyday basis dat ik dat een beetje storend vind. Dus die gebruik ik niet mega veel. Ik heb wel weer andere nieuwe favorieten ontdekt daarna. Het is wel een mooi gepigmenteerde blush. En als die snel aangebracht wordt, zit het als een huis. Maar het is niet helemaal het type blush waar ik blij van word. En toen kwamen de nieuwe blushes uit. Dat is nu alweer denk ik 2 maanden geleden zoiets. En dat zijn de Stay Vulnerable Melting Blushes. En dit is de kleur Nearly Neutral. Nou ja, ik hou gewoon echt van een beetje neutrale blushkleuren. Beetje oud roze, persik, maar niet veel feller als dat. Dit is hoe het doosje eruit ziet. Gewoon mooie clean verpakking. Op het doosje staat this breakthrough formula delivers a weightless wash of soft focused color that melts upon contact for a second skin finish. Nou, dat klinkt natuurlijk wel echt goed. Second skin finish, mooie flush op je wangen. Dit is in ieder geval hoe de verpakking eruit ziet. Mooi roze doosje. En ik moet eerlijk zeggen dat ik het echt een heel mini dingetje vind. Ik had hem groter verwacht. Toen ik hem binnenkreeg dacht ik wel van, oh, is hij zo klein? Dit is in ieder geval hoe dat hij eruit ziet. Ik vind het in ieder geval een mooie verpakking. Ziet er toch ook wel een beetje luxe uit. Dus daar is goed over nagedacht. Nearly Neutral is wel de meest neutrale kleur. Maar je hebt ook nog een aantal kleuren die iets meer persik zijn. Iets meer mauve zijn. Of ook echt oranje en roze blushes. Nou, dit is wel echt mijn cup of tea. Kleur lijkt me ook wel heel erg mooi. Wat ik wel gehoord heb is dat ze niet zo gepigmenteerd zijn als dat je zou denken in de pen. Dus dat vind ik juist een plus. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe gepigmenteerd ze zijn. En hoe smooth ze zeg maar op de huid gaan. Is het echt een cream product? Is het echt een beetje glossy? Is het meer dewy? Of is het helemaal niet zo dewy als het eruit ziet? Ik ga hem in ieder geval gewoon lekker proberen. Ik dip mijn kwast erin en dan ga ik hem gewoon aanbrengen. Nou, ondertussen ben ik de blush aan het aanbrengen. En ik zie echt een heel schattig mini flasje ontstaan. Dus dat ziet op het eerste gezicht goed uit. Als ik nu even recht in de camera kijk, zul je zien dat dit iets meer flushed is. En dit iets neutraler. Het is maar net waar je van houdt. Het is net even ietsje levendiger. Maar het ziet er gewoon heel natuurlijk uit. Dus als je net als ik niet zo bent van hele poppige roze wangen, zeg maar. Ja, dan is dit wel echt een mooi product. Heb je hier ook wel goede dingen over gehoord. Dus dat vind ik natuurlijk ook wel heel positief. Maar ik snap wel waarom dit een fijn product wordt gevonden. Ik zou dit ook wat eerder, sneller gebruiken op everyday basis als de liquid variant. Ik vind de kleur ook mooi. Hij is iets roziger als dat je zou zeggen in de pen. Dus iets lieflijker. En dat vind ik eigenlijk juist perfect. Ja, ik word hier wel blij van. Ik vind het wel een lekkere blush. Ik zou dit zeker wel gewoon op everyday basis gebruiken. Dus nice. Ik moet zeggen dat ik ook tot nu toe nog niet echt producten heb ontdekt van Rare Beauty die ik echt niks vind. De liquid blush, dat moet je gewoon fijn vinden om daar gewoon zo snel mee te werken. Maar ik vind het zeker geen slecht product. Maar ze hebben echt hele mooie producten. En dit kan echt wel nieuw favoriet gaan worden. Oké, dan heb ik de bronzer op, blush op. Dan mis ik alleen nog een lekkere highlighter. En daarvoor heb ik deze prachtige highlighter van Pat McGrath. Die heb ik natuurlijk laatst laten zien in de shopvlog. En die heb ik nog steeds niet gebruikt. Heb ik bewaard voor deze video. Verpakking is natuurlijk echt super mooi. Ik vind zelf het doosje ook heel gaaf. Dus dat maakt het al een extra mooi product. Ik ben wel een beetje bang dat hij misschien iets te donker is voor een highlighter voor mijn huidskleur. Maar ik ga het gewoon proberen. Ik gebruik hier even een highlighter brush van Morphe en Jaclyn Hill. Dit is de GH07. Dit is een hele mooie zachte brush. Ik weet eigenlijk niet of het per se een highlighter brush is, maar ik vind hem daar in ieder geval fijn voor. Ik ga licht hierin dippen, want volgens mij is dit best wel gepigmenteerd. Dat zie ik in ieder geval op de kwast. Ja, het voelt in ieder geval echt super zacht. Het is echt wel een beetje een rosy-achtige highlighter, dus daar moet je ook van houden. Ik ben zelf altijd net even iets meer van de champagne tint, dus dit is voor mij ook even weer wat anders, maar... Ja, het voelt in ieder geval echt super smooth. Ik heb wel het idee dat hij lichter is dan wat je verwacht. Maar alsnog heeft hij echt wel een beetje die rosy undertone. Dus het wordt al gauw meer een soort van blushtopper dan een highlighter. Maar ik vind hem wel echt heel erg mooi. Hij heeft een mooie subtiele glow. En nog even leuk nieuws. Ik heb onlangs gezien dat deze collectie, dus dat is de Divine Rose 2 collectie, nu ook te koop is bij de Douglas. Dus als je hier je oog op hebt en niet zo fan bent van bestellen uit Amerika, dan kun je hem dus nu ook bestellen bij de Douglas. Ik word hier wel blij van. Ik vind het wel lekker om te zien dat hij toch wel beter werkt dan wat ik misschien had verwacht. Omdat hij niet zo donker is als wat ik had verwacht. Ik vind het in ieder geval echt een hele mooie kleur. En ga deze wel vaker gebruiken. Moet ik wel eerlijk zeggen, als je me dan vraagt of die de prijs waard is. Het is ook echt wel een beetje het collectors item. Pat heeft niet zoveel highlighters. De formule is gloednieuw. De verpakking is prachtig. Het gaat natuurlijk wel echt om het totaalplaatje. Maar ik vind de kleur wel origineel. Ik heb niet een kleur in mijn collectie waarvan ik denk, hé, dat lijkt hier wel op.
dan is de gezichtsmake-up eigenlijk klaar. Ik heb dus mijn basis gedaan en mijn wangen gedaan. Als ik zo eventjes in de spiegel kijk, denk ik wel van, nou, het ziet er wel lekker fresh uit. Komt wat mij betreft wel voornamelijk door de bronzer, de blush en de highlighter. Die combinatie vind ik ook heel erg mooi. Dus tot nu toe gaan we wel lekker. Ik ga nu in ieder geval verder met mijn wenkbrauwen, want daar heb ik ook een nieuw product voor. Dus ik doe even gauw mijn oogschaduwbasis en mijn tightline en dan kom ik terug voor de wenkies. Zo, ik heb eventjes ingezoomd en ik heb dus ook een nieuw wenkbrauwproduct. Ik heb natuurlijk laatst al de nieuwe Charlotte wenkbrauwproducten geprobeerd. Dat was de video van afgelopen woensdag. Dus mocht je die nog niet gezien hebben, ga die zeker checken. Maar er is ook een nieuw wenkbrauwproduct van House Laboratories. En dat is deze. En dit is, even kijken, The Edge Precious Brow Pencil. Ik heb de kleur taupe. Ik hoop dat dit een goede kleur is. Het is in ieder geval echt een super dun klein potloodje ook om vast te houden. En het is echt zo'n inimini puntje. Dus wat ik van de week al zei, ik ben iets meer fan van iets grotere potloden. Dat is wat sneller en zo. Maar ik ben wel heel benieuwd wat hier zo fijn aan is en of dat hij echt weer goed is. En er was onlangs korting bij House Laboratories omdat Lady Gaga jarig was. Dus dat is natuurlijk super tof. Dus daar heb ik even geprofiteerd door onder andere dus deze te kopen. Ik ga even geen brow primer opdoen dit keer. Doe ik normaal gesproken wel, maar dan kan ik echt even goed de formule testen. Ik hoop stiekem dat de kleur vooral goed is, maar ik heb echt even gegokt. Ik denk dat het wel goed gaat, maar het zou kunnen dat het misschien iets te licht is. Ik ga in ieder geval eerst even beginnen door even een lijntje te zetten onder mijn wenkbrauw. Oh, dat komt echt wel behoorlijk wat pigment vanaf. Ik heb trouwens ook op de planning staan om wellicht binnenkort een full face house labs te doen. En ik ben heel erg benieuwd of dat jullie daar, of jullie daar oren naar hebben. Want ik heb mijn collectie best wel uitgebreid de laatste tijd. Ik mis nog een aantal producten die ik dan zou willen proberen voor zo'n video. Maar laat even weten of dat jullie dat graag zouden willen zien. Nou, aan de andere kant zit een borsteltje, dus daar ga ik het even mee doorkammen. Dus ook een fijn borsteltje, lekker stevig, maar niet hard. Nou, ik ben best impressed eigenlijk. Ik vind het er best wel goed uitzien. Kleur is volgens mij ook best wel goed. Het zou kunnen dat het misschien ietsje koeler is, maar nou, vind ik op zich niet storend. Het ziet er gewoon net even ietsje fresher uit en het werkt eigenlijk best snel. Het product is super gepigmenteerd. Dus dat is wel echt heel fijn om te zien. En ja, ik hou normaal eigenlijk niet van die hele strakke potloodjes, maar ik vind deze echt wel heel fijn. De verpakking van het product is trouwens echt niet heel bijzonder of zo, dat zeg ik wel eerlijk. De product van House Laboratories zit best wel in een beetje een edgy, maar wel gewoon basic verpakking. Dus dat moet je ook aanspreken. Maar het gaat mij voornamelijk om de inhoud van zo'n product. En dat stelt me tot nu toe niet teleur. Ik vind het ook wel een lekker borsteltje hoor. Werkt ook wel gewoon goed. Blendt het product ook mooi. Benieuwd hoeveel product hierin zit. Even kijken hoor. Er zit hier 0,07 gram in. En dan vergelijk ik het even met dit potloodje van Charlotte Tilbury. Dat ik natuurlijk onlangs heb gebruikt. Dan moet ik eerlijk zeggen dat ik deze eigenlijk iets sneller vindt werken en eigenlijk wel een mooi effect vindt geven. En hier zit 0,05 gram in. Dus hier zit iets meer product in. En ja, ik denk dat dit ook wel goedkoper is als die van Charlotte. Dus dit verbaast me eigenlijk best wel. Dat vind ik wel heel erg tof. Want ik vond het leuk dat ze totaal nieuwe producten op ging zoeken. Dus echt wel een brow pencil. En dat heeft ze echt goed gedaan wat mij betreft. Ja, er is geen brow gel bijgekomen. Dus ik ga nu eventjes mijn nieuwe gebruiken van Charlotte Tilbury. Dit is de Brow Fix. Waar ik tot nu toe best wel blij mee ben. Wat ik al zei in de video. Het is een best wel basic clear brow gel. Maar het laat de boel echt goed op zijn plek zitten. Oké, ik vind dat ik wel een snatch brows heb voor vandaag. Ik hou dus niet van zo'n hele strakke Instagram brow. Maar ik vind dat dit voor de natural side best wel goed is gelukt. Nou, dan heb ik nog een nieuw product van Pat McGrath. Namelijk dit oogschaduwdoosje. En deze heb ik natuurlijk ook laten zien in de shopblog. Verpakking vind ik stiekem nog iets mooier als die van de highlighter. Dit is echt helemaal mijn ding met die rozen. En dit is de Divine Rose Luxe Quad in de kleur Eternal Eden. En zoals ik al zei in de video, op de roze kleur na is dit echt helemaal mijn ding. Dus ik wil hier heel graag nu een ooglook mee maken om te kijken of het echt zo'n mooi doosje is en of dat die fijn werkt. Ik ga in ieder geval beginnen door die roze kleur heel lichtjes als transitiekleur in mijn arcadeboog te doen. En ik wil eigenlijk proberen om die roze kleur een beetje te mijden, omdat ik niet zo heel erg ben van heel veel roze op mijn ogen. Maar de andere kleuren wil ik zeker flink gaan uitproberen. Dus ik ga een klein beetje dippen in die roze kleur. Nou, die is al echt super gepigmenteerd. Dus ik ga heel lichtjes. Oké, dat gaat al bijna niet. Oké, deze is goed gepigmenteerd. In mijn arcadeboog hiermee. Oh, super zacht ook.
En heel veel Pat McGrath fans vinden het best wel jammer dat ze die Blitz Astral formule niet meer in die quads gebruikt. Want ja, dat is toch wel een beetje haar unieke formule. Maar ik vind haar normale formule ook gewoon heel erg fijn. Dus mij maakt het eigenlijk niet echt uit. Ik vind dat grote, even kijken, Celestial Divinity Palette ook gewoon heel erg fijn. Dus ze heeft gewoon fijne producten. Klaar. En ook de shimmers uit deze paletjes zijn ook gewoon heel erg mooi. Ze zijn iets minder, ja, driedimensionaal. Dus ik snap dat je dat jammer vindt, maar ik vind dit ook prima om mee te werken. En van dit soort quads die ik tot nu toe heb van Pat, is dit wel denk ik de meest neutrale. Want die Internal Icon die ik ook best wel veel gebruik, is natuurlijk echt niet per se everyday. En dit is iets meer een everyday doosje. Nou, ik heb die roze kleur aangebracht. Ik probeer het dus een beetje zachtjes te doen, want ik wil niet zo'n hele roze ooglook. Maar de kleur blend wel echt heel erg mooi. En zoals je ziet is die wel echt gewoon super gepigmenteerd. Want ik moet echt mijn best doen om het zeg maar zachtjes te houden. Dat was dus Pink Mystique. Dan ga ik nu in die taupe kleur. Dat lijkt me echt een hele mooie kleur. En dat is Early Delight. Nou, dit is echt wel een kleur voor mij. Dus die ga ik eigenlijk hier overheen aanbrengen. En dadelijk ook in de buitenste ooghoek blenden. Oh, dit combineert ook wel mooi met elkaar. Daardoor wordt die taupe kleur ietsje rozer en iets dieper. Maar ah, wel op een mooie manier. Het voelt echt super zacht op mijn ogen. Deze kwast is gewoon fijn, maar hij is echt zacht puur door de poeder. En als ik het goed heb gezien, is dit doosje nu ook te koop bij de Douglas. Want deze valt ook onder de Divine Rose 2 collectie. Dus dat vind ik echt wel een hele toffe set van Douglas om deze collectie in te kopen. Want er zitten dus echt wel hele mooie producten in. En wat mij betreft mogen ze gewoon het hele Pat McGrath assortiment overnemen. En gauw overgaan naar de Natasha Denona en Colourpop. Want ja, ik vind het echt een top set dat ze dat hebben toegevoegd aan het assortiment. Dan ga ik wederom in Early Delight met een iets ander kwastje. En die ga ik dan aanbrengen in mijn buitenste ooghoek voor een beetje een cat eye. Dat is nog steeds de favoriete shape van mij om een ooglook mee te maken. En nu zie je de kleur een beetje op zichzelf. Ik vind het wel echt een goede kleur. Een mooie neutrale kleur. Maar je kan hem ook wel opbouwen om hem iets meer smoky te maken. Wat ik ook al zei in de shoplog, doet dit doosje me een beetje denken aan de Pillow Talk lijn van Charlotte Tilbury. Maar ja, Charlotte Tilbury is natuurlijk net even ietsje meer klassiek en echt een beetje meer die Hollywood glam, zeg maar. En Pat is wat edgier en net even wat meer avant-garde-achtig. En het is echt een soort van Pillow Talk 2.0, zeg maar. Dus dat vind ik wel echt ja, tof om te zien. Dan ga ik nu hopelijk mijn favoriete kleur uit dit doosje gebruiken. Dat is Forbidden Fruits. Deze prachtige metallic kleur. En dan zou ik eigenlijk de rosé-gouden kleur, dat is de kleur Temptation, dadelijk willen aanbrengen in mijn binnenste ooghoeken. Maar ik wil echt zo graag deze kleur op mijn ooglid doen nu. Deze heb ik natuurlijk geswatcht in de shoplog en toen was ik echt helemaal hyped. Dus ik hoop echt dat dit een hele mooie kleur is. Oh, wauw. Ik vind het sowieso een hele mooie tint. Want het is eigenlijk wel paars, maar ook niet zo fel, zeg maar. Kijk, en dit is dus niet zo'n Blitz Astral kleur. Maar alsnog is hij gewoon super gepigmenteerd. Heel erg shiny, lekker metallic. Ja, love it. Dus ja, ik vond de oogschaduw van Pat al fijn, maar dit doosje hoort daar ook absoluut bij. En ik denk zelfs dat ik deze wel vaker zou gebruiken. Misschien zelfs wel op everyday basis. Dus niet iedere dag, maar dit zou wel echt een everyday doosje kunnen worden. Ik denk alleen wel dat ik dan die roze kleur het minst zou gebruiken. Maar dat is gewoon persoonlijke smaak. Nou, dan ga ik heel even met mijn vinger over die Forbidden Fruits heen. Want dit effect wil ik graag op mijn ogen hebben. Dus die stip ik even aan in het midden. Ja, dit is echt wel een sikke kleur hoor. Ik kan hem ook niet echt plaatsen. Het is een soort van paars, maar het heeft ook een beetje een aubergine-achtige vibe. En het wordt nu een beetje een ton sur ton look, omdat alles natuurlijk een beetje op elkaar aansluit qua kleur. Maar ik denk als je deze kleur echt zou poppen op gewoon een basic bruine look, ja, dat die ook echt wel heel erg gaaf is. En dan ga ik ook nog even die Early Delight aanbrengen aan de onderkant van mijn oog. Ik vind het ook altijd zo grappig, hè. Een aantal jaar geleden vond ik het altijd zo afschuwelijk om een kleur aan te brengen onder mijn oog. En nu weet ik eigenlijk gewoon niet beter. Dat maakt de look gewoon af ofzo. Nou, ik weet niet hoe het jullie zit, maar ik vind het een zeer geslaagde ooglook. Tof, dan ga ik alleen nog even die kleur Temptation aanbrengen in mijn binnenste ooghoek. En deze zou ik bijvoorbeeld ook gewoon kunnen combineren met die roze kleur. Dan bijvoorbeeld niet die metallic gebruiken, maar ik vind hem ook wel mooi voor in de binnenste ooghoeken. Nou, ik weet niet hoe het jullie zit, maar ik vind het echt een hele geslaagde ooglook. Ik vind het mooi geworden, fijn doosje, dus ja,
die ga ik ook zeker vaker gebruiken. Nou, dan gaan we weer bijna richting het einde van deze video. Ik heb hier ook nog twee oogpotloden van House Laboratories. Nou, deze heb ik natuurlijk al laten zien. Dat is de Pride kleur. Dat is dus eigenlijk een paarse metallic. Leek me ook wel mooi bij deze ooglook. Maar ik heb er onlangs toch eentje binnengekregen bij de bestelling van het wenkbrauwpotlood. En dat is de kleur Mood. En eigenlijk, ja, matcht dit dus heel goed bij elkaar. Dus mijn idee is eigenlijk om deze aan te brengen aan de buitenkant. Om te kijken of ik er ook een beetje een wing mee kan maken. Want deze potloden blijken echt super smooth. En aan de binnenkant, dus richting het midden en dan naar binnen toe, de metallic te gebruiken. Zodat ik ze allebei een keer kan gebruiken en ook kan kijken wat ik dan het fijnst vind. Het is een beetje oefenen, maar je kan hier best wel een wing mee maken. Ik vind de kleur wel echt super mooi. Het is echt heel diep paars, dus je moet echt goed kijken. Maar ja, super gepigmenteerd en echt wel een strak lijntje mee te zetten. Oké, de kleur Mood zit erop. Ik heb hem dus een beetje tot aan het midden gedaan. Ja, mooie kleur. Echt diep, diep paars. Ik heb niet echt veel van dit soort kleuren in mijn collectie. Dus dat vind ik ook wel tof dat ze dat bedacht hebben. Ik dacht dat hij hier echt mat zou zijn. Maar ja, ik heb het idee dat er toch een soort van glansje in zit. Maar wel op een mooie manier. En deze als goed is echt metallic. Dus dit zal echt een beetje een extra touch eraan geven. Hij is een beetje dezelfde kleur als de Forbidden Fruits eyeshadow. Dus ik zie dat hij niet echt heel erg goed te zien is. Maar ja, op zich wel een leuk detail geeft. Mood en Pride combineren in ieder geval wel goed. Maar ik denk dat de kleur Pride niet zo goed te zien is over die Forbidden Fruits kleur heen. Maar ja, ik vind dit op zich ook wel lekkere potloden. Er zijn in ieder geval echt mega veel kleuren van. En ze zijn wel echt heel erg strak. Dus tof. Ik ben sowieso al fan van House Laboratories, natuurlijk van Lady Gaga. Dus ik vind het echt wel leuk om te zien dat het merk ook steeds meer uitbreidt. En dit vond ik ook echt wel toffe producten. En vooral heel veel kleuren. Want ik heb hier maar twee. Volgens mij zijn er in totaal iets van 20 kleuren of zo. Nou, het volgende product, daar ben ik ook echt mega benieuwd naar. Ik heb deze namelijk onlangs ook laten zien in een shopblog. En dit is de nieuwe mascara van Lancôme. En dit is de Idol Lash Lash Lifting Volumizing Mascara. En ik heb hier zulke goede dingen over gehoord. Ik heb ook best wel een tijdje de Monsieur Big gebruikt van Lancôme. Ik heb vroeger de Hypnose Senses gebruikt van Lancôme. Dus de mascara's van Lancôme vind ik ook echt wel heel erg fijn. Dus ik heb hier wel hoge verwachtingen bij. En ik hoop dat die echt gewoon heel erg fijn is. Ik vind de verpakking in ieder geval echt super gorgeous. Met dat oud roze metallic en dat zwart. Ja, ik hou hier echt van. Dus ja, tof. Ik ga in ieder geval eens even mijn wimpers krullen. Dit is in ieder geval hoe dat de brush eruit ziet. Doet me een beetje denken aan de Roller Lash van Benefit. Ik ga in ieder geval eerst even mijn bovenste wimpers doen. En dan ga ik ze omhoog duwen. En waarom ik dat doe, dan heb je eigenlijk je hele wimpers gecoat. En er zitten ook geen oogschaduw meer aan de bovenkant. Ik vind wel altijd dit soort borsteltjes, dat moet maar net bij de vorm van je ogen passen. Verdeelt wel mooi de mascara. Het zit niet aan het klonteren, zeg maar. En aan de voorkant zitten dus niet echt haartjes. Dat is gewoon een soort van gummy, dus dat kun je daardoor wel mooi met die punt ook werken. Voor mijn gevoel is die wel snel een soort van aan het opdrogen. Dus ik ben benieuwd of ik hier zo meteen nog een laagje overheen kan doen. Zo op het eerste gezicht ziet het er goed uit. Ik ben niet per se heel erg onder de indruk dat ik denk van oh, beste mascara ever. Het is gewoon een mooi natuurlijk resultaat en al mijn wimpers zijn meegenomen. Dat vind ik wel belangrijk. Maar het is niet dat hij heel veel lengte of heel veel volume geeft. Dus ik ga even nog een laagje proberen. Kijken of dat hij dat een beetje aanpast. Ik vind voor de onderwimpers ook heel fijn. Vind ik ook echt een plus. Vind ik dit nou veel beter als die The Real Magnet van Benefit bijvoorbeeld. Want daar was ik best wel tevreden over. Dat niet per se. Het is best wel een prima mascara, maar zo op het eerste gezicht vind ik hem niet super bijzonder. En dit soort borsteltjes zijn wel heel erg fijn, maar zijn natuurlijk niet per se heel uniek. We hebben dit al wel vaker gezien. Zo, dat heb ik nu allebei de kanten gedaan. Dus dit is het effect op mijn wimpers met de Lash Idol mascara van Lancôme. Ja, zoals ik al zei, ik ben niet helemaal super overtuigd. Het ziet er gewoon mooi uit, maar ik heb niet zoiets van dit is echt de beste mascara ever of zo. Dus ik ben wel een beetje teleurgesteld. Omdat ik nu al zie dat ze een beetje gaan zakken en hij zit er pas net op. Dus beetje jammer. Dus ja, ik ben sowieso wel van mening dat je mascara gewoon even goed moet begrijpen hoe die het beste werkt. Dus ik ga deze komende maand gewoon zeg maar gewoon zoveel mogelijk gebruiken. En dan pas beslissen aan het einde zeg maar in mijn toppers en floppers video of dit echt een topper of een flopper is. Nou, dan zijn we eigenlijk bijna klaar met deze video. Het enige wat we nog gaan doen is de lippen. Ja, de ogen zijn klaar, het gezicht is klaar. Dus ja, ik hoop dat de lippen ook nog even een paar positieve nieuwe favorieten ontdekken. Het masker zit er natuurlijk nu al even op. Het is wel echt gewoon opgedroogd. Het voelt nog steeds wel gewoon zacht.
Dus het lijkt me ook wel een ideaal product om gewoon lekker bij je make-up tafel neer te zetten. Even een beetje op te doen. En omdat het dus niet te vet is, gaat het niet overal zitten. Dat vind ik echt een plus. En dan zijn je lippen in ieder geval gewoon goed verzorgd. Zodat als je daar je lipstick op gaat doen, dat het niet heel erg clumsy of klonterig of ja, vellerig wordt. Dus dat vind ik wel echt een plus. Of dit nou per se veel bijzonderder is als de lippenbalsem. Ja, daar moet ik het echt nog wel wat meer voor gebruiken. En ik ben vooral benieuwd als je het 's avonds gebruikt. Want ik gebruik mijn Dr. Pau Pau ook vooral voordat ik naar bed ga. Hoe mijn lippen de volgende dag eruit zien. Maar goed, we gaan in ieder geval verder met een lip liner. En dit is ook een nieuw merk wat ik ga uitproberen. Dat is Vive. En Vive is van Genevieve. Ik weet heel even niet haar achternaam, maar het is best wel een bekende YouTuber. This is the one. En zij is sinds volgens mij afgelopen jaar uitgekomen met haar eigen make-up lijn. En dat is sinds kort te kopen bij Kul Beauty. Dus vandaar dat ik dat langs zag komen en dacht van hey, daar wil ik best wel wat van proberen. Er zijn nog maar weinig video's over te vinden. En een aantal producten zouden echt top zijn, waaronder dus de lipproducten. Maar haar highlighters bijvoorbeeld, waar ik ook wel benieuwd naar ben, zouden weer extreem glitterig zijn. En dat is echt niet iedereen zijn ding. Maar wat er het beste uitkwam, dat was toch wel de lipliners. En die zijn, ja, lipliners zijn toch vaak wel de minst dure producten van een collectie. Moet je maar eens opletten. En ja, daar was ik gewoon wel nieuwsgierig naar. Dit is in ieder geval de Modern Lip Definer. En dit is de kleur Bread. Ja, het ziet er gewoon uit als een klassiek lippotlood. Niet verder heel erg bijzonder of zo. En de kleur vond ik wel heel erg mooi. Hij is zeg maar oud roze, maar net even ietsjes met een soort van bruine ondertoon. Ik denk wel dat hij wat donkerder is dan wat ik normaal gesproken gebruik. Maar ik ben vooral benieuwd naar het pigment en of dat hij lekker smooth is. Ja, ik ga hem gewoon proberen. Nou, hij heeft zeker pigment. Ik vind de kleur wel eigenlijk heel erg mooi. Hij is iets meer peach dan wat ik had verwacht, maar... ja, vind ik eigenlijk wel weer tof. Ik heb de afgelopen tijd echt mega veel lipliners gekocht. Dus ik vind het wel fijn om te zien dat ze niet allemaal op elkaar lijken. Hij is een stuk smoother als dat ik eigenlijk had verwacht in het potloodje. Dat klinkt misschien gek om te zeggen, maar zo'n klassieke verpakking duidt vaak op een vrij droog potlood. Maar ja, dat vind ik absoluut niet het geval. Ligt natuurlijk ook wel een beetje aan de lipbalm die ik eronder heb zitten. Maar het werkt echt gewoon heel smooth. Nou, de lipliner is wat mij betreft goedgekeurd. Ik vind het leuk om te zien dat de kleur... weer net iets anders is wat ik al in mijn collectie heb. Ik vind het ook grappig dat hij net iets meer bruin is als de ooglook. Dus dat is ook wel weer een lekker contrast. Vind ik op zich ook wel tof. Dus ja, dit ziet er goed uit. Ik ben hier wel enthousiast over. Dus dat vind ik een leuke verrassing. Want het was echt even een uitprobeersel. En ja, ik had zoiets van, ik heb nog geen lipliner voor de video. Dus waarom niet deze proberen? En dat pakt tot nu toe goed uit. Dan heb ik ook een nieuwe lipstick. En dat is deze. En ja, jullie weten, ik heb natuurlijk al zo'n Guerlain lipstick. This beauty right here. En deze heb ik met kerst gekregen van mijn ouders. En ja, ik vind die lipsticks sowieso echt de allermooiste verpakkingen hebben. Het perfecte verpakking met zo'n spiegeltje. Het is echt gewoon de perfecte on-the-go lipstick. En dit is zeg maar de gewone setting formule. Dit is volgens mij nummer 07 die ik hier heb. Ik vind dat dus het enige nadeel. De kleuren staan er niet meer op. Zitten ze wel op het doosje als je ze koopt. Maar als je ze dus ja, hierin doet, dan ben je dat kwijt. Maar dit is in ieder geval de, ja, weer een andere finish. Dit is ook een andere huls. Maar deze vind ik ook echt super mooi. Dat oud roze nude leather look achtige printje. En dit is de sheer lipstick formule. Dit is dus ook een andere vorm. Ik vind deze vorm stiekem echt heel erg tof. Het is een soort van diamond achtige shape. En ik heb deze ook cadeau gekregen. Want ik heb deze namelijk gekregen van mijn allerliefste mama. Omdat ik door mijn proeftijd heen ben op mijn werk. Echt super tof. Dus het is ook gelijk weer een leuke herinnering. En ja, dat is wel tof dat deze lipsticks zijn echt cadeautjes, zeg maar, om te geven. Maar ik ben dus vooral heel erg benieuwd of deze formule veel fijner is of veel minder fijn is. Wat ik wel zie als ik echt close-up kijk, is dat ik bepaalde glittertjes in zie zitten. Dus ik ben heel erg benieuwd of dat je die ook voelt te zitten. En hoe dekkend die is. Want als jij zegt tegen mij sheer lipstick, dan word ik altijd een beetje kriebelig van. Maar het kan ook heel erg mooi zijn. Want ik ben in deze tijd van die matte lipsticks ben ik echt helemaal zat. Ik hou echt al van een beetje een glossy, moisturized, een beetje glittery, maar niet een metallic lipstick. Dus dat ziet er wel heel tof uit. Ik ga hem gewoon lekker proberen. De vorm van deze lipstick is even een beetje wennen met aanbrengen wel. Maar de kleur matcht eigenlijk perfect bij het lippotlood. Dus dat komt goed uit. Dat heb ik goed gegokt. Hij is echt wel een beetje glittery. Maar ik voel dat dus niet te zitten. Dus dat vind ik echt wel een plus. Maar als je dus echt niet houdt van glitters in je lipkleuren, dan ga je dit niks vinden. Maar ik vind het wel mooi. Ik vind het er wel gewoon heel erg natuurlijk uitzien. Lippen zijn van zichzelf natuurlijk absoluut niet mat. Dus het ziet er wel gewoon heel zacht en lieflijk en net even een beetje interessanter uit.
voelt fijn, is echt wel een beetje moisturized. Dus ja, ik vind het tof. Wat ik zei, ik vind die lipstick sowieso gewoon echt een fantastische verpakking hebben. Dus je koopt het echt wel voor het totaalplaatje. Maar ik vond het leuk om weer even een keer een andere finish hiervan te proberen. En ja, dit zou echt wel een lipstick zijn die ik gewoon everyday zou dragen. Nou, dan vind ik dit een heel mooi effect. Maar ik heb nog een product wat ik heel graag wil gaan proberen. Want ik heb natuurlijk onlangs dit setje gekocht met de Opulast Glosses van Pat McGrath. Nou, ik heb hier natuurlijk 3 kleuren. Maar ik denk dat jullie het wel met me eens zijn dat de Lavendering en dit is volgens mij, even kijken, Dreamscape, dat ja, niet helemaal matcht met deze look. Dus ik ga wel voor Naked Rose. En ja, dat vond ik stiekem ook wel de mooiste kleur. Maar ik ben gewoon heel erg benieuwd naar deze formule. En of dat dit mooier is als de Lust Glosses. Of het echt bijzonderder is. En of dat ik dit natuurlijk regelmatig zou dragen. Dus ik ga Naked Rose hier overheen aanbrengen. Holy crap, dit is echt heel erg metallic. Voelt wel lekker zacht. Matcht echt perfect bij die lipstick gewoon qua kleur. Ik vind dit een sicke formule. Ik deed hem op en misschien zag je mijn ogen wel echt zo van wow, dat wordt wat. Maar het is inderdaad metallic, maar op een zo'n mooie manier. Ik heb echt wel een schurfthekel aan zeg maar metallic lipsticks die echt een soort van zilveren shine geven. Ik vind dat gewoon echt niet meer van deze tijd en ik hou er in ieder geval niet van. En dit is ook heel shimmery en ook heel shiny, dus daar moet je van houden. Maar doordat het een gloss is, ziet het er gewoon veel natuurlijker uit. En de formule van deze glosses zijn zo smooth, zo zacht. Het voelt ook lekker op de lippen. Ja, ik weet niet dat ik het per se echt everyday zou dragen. Want ik vind nu wel en ogen en lippen zijn wel heel shimmer allebei. Maar ik vind het wel echt gewoon een mooi product. Dus ja, ik zou Naked Rose wel vaker dragen. Maar dan misschien wel mooi voor het contrast om bijvoorbeeld een iets meer toned-down ooglook te maken. Of iets meer een matte look. Zodat die lippen echt zeg maar extra kunnen shinen. Nou, dan heb ik nog voor het allerlaatste product een nieuwe setting spray. En hier ben ik zo onwijs benieuwd naar. Ik was naar alles heel erg benieuwd. Maar hier heb ik al vanaf het begin dat hij uitkwam mijn oog op. Maar hij was gewoon nergens te krijgen behalve op de Amerikaanse site van Milk. En ik wilde net zo lang wachten totdat hij gewoon in de buurt te koop zou zijn. En Curl Beauty is dus sinds kort begonnen met Milk naar Nederland verzenden. Top! En deze is dus sinds kort aan het assortiment toegevoegd. En dit is de nieuwste beauty uit de Hydro Grip line. En dit is de Hydro Grip Set & Refresh Spray. Nou, ik vind het er in ieder geval alvast fantastisch uitzien. Zo'n twee-fase product. Ja, vind ik over het algemeen altijd wel fijn. Doet me een beetje denken aan mijn oogmake-up remover. Maar je snapt waar ik naartoe wil. Goed schudden is dus vooral belangrijk. Ik ben heel erg benieuwd naar de spray. Hoe die aanbrengt. Of het een lekkere zachte spray is. Of wat stevigere spray. En of dat die natuurlijk lekker hydrating is, net als de primer. Want daar ben ik wel echt aan toe. En zeker met deze dagen vond ik wel een beetje extra moisturizing wel lekker. Ik zal even lezen wat er nog op de verpakking staat. Set it, a shot of blue agave. Dus dat is dus dat onderste wat je ziet. Forms an invisible layer to grip and set makeup all day. Nou, dat klinkt wel echt veelbelovend. En refresh it, dat is dus de bovenkant, dat groen wat je ziet. Dat is hemp-derived cannabis seed extract. Aloe vera en hyaluronic acid helps hydrate and refresh for blissed out skin. Oils from hemp-derived cannabis seed and moringa seed boost hydration and lock in moisture. Wat ik dan wel een beetje grappig vind, is dat dit hele stuk zeg maar ervoor zorgt dat je make-up dus de hele dag blijft zitten. En dit mini beetje zou dan genoeg moeten zijn om het helemaal te moisturizen. Ik zou dan zelf denken aan half-half. Maar ik heb dit product natuurlijk ook niet gemaakt. Dus maar ik ben heel benieuwd hoe moisturizing dat hij dan is. En een product dat natuurlijk make-up de hele dag laat zitten, dat is top. Dat kan ik natuurlijk in deze video niet uitgebreid testen, want ik ga geen wear test doen voor de hele dag. Maar dat ga ik natuurlijk wel de komende weken doen. En dan ben ik heel erg benieuwd of dat dit een nieuwe favoriet gaat worden of niet. Ik heb wel gehoord dat mensen die deze al gebruikt hebben, dat ze die primer toch stiekem fijner vinden als de spray. Maar ik ben heel benieuwd. Misschien dat ik ze allebei wel gewoon heel fijn vind. Ik ga in ieder geval eerst even goed schudden. En dan heb ik het idee dat die wat meer turquoise wordt. Yes. Dan ga ik heel even sprayen om te kijken of dat hij het al doet. Oh, dat is best een stevige spray. Ruikt best wel gewoon zacht. Doet me een beetje denken aan de Rituals geur. Oké, nou, ik ga hem gewoon aanbrengen. Ik vind het wel fijn een spray. Hij is wat steviger wat ik al zei. Maar het brengt wel gewoon lekker aan op het gezicht. Ik heb in ieder geval wel een soort van allergie van die sprays die echt zo doen. Want dan heb je echt gewoon van die druppels op je hele gezicht. Dat vind ik nooit zo heel fijn. Ik wapper het een beetje droog. Ik heb wel het idee dat mijn voorhoofd de meeste spray heeft ontvangen. Dus ik hoop wel dat die dan ook gewoon extra moisturizing is.
Ik heb wel het idee, als ik even in het schermpje van de camera kijk, dat het er net even ietsje frisser uitziet. Als ik nu ook in de spiegel kijk, heb ik wel het idee dat het allemaal iets glowier is. Dus daar word ik blij van. Dat kun je natuurlijk het beste zien door even terug te spoelen en weer vooruit te spoelen. Om te kijken of jullie ook vinden dat het echt wel een verschil heeft gemaakt. Dus het is wel grappig om te zien dat dat groen gelijk weer omhoog komt als die zeg maar weer stilstaat. Het staat hier ook echt op shake well. Dus het is echt wel belangrijk om die ingrediënten goed door elkaar heen te schudden. Hij is in ieder geval alcoholvrij. En als ik het goed heb gezien zit er ook weinig tot geen parfum in. Want dat heb ik ook vooraf even goed gecheckt of dat dit echt wel voor mijn huid zeg maar vriendelijk zou zijn. Ja, ik vind het in ieder geval heel erg tof. Dit is de full size. Er is ook een kleinere variant van. Maar ik dacht ja, ik vind mijn Hydro Grip zo fijn. Het zou wel heel erg gek zijn als ik deze niet fijn ga vinden. Dus ik koop gewoon de full size. Ik vind de verpakking mooi. Het product ziet er goed uit. Ik heb het idee dat het net even weer wat frisser uitziet. En ik ga de komende dagen, weken even testen of dat dit een nieuwe favoriet gaat worden. Of dat ik toch meer fan ben van mijn huidige setting spray van Too Faced. Damn, dit was een goed gevulde full face. Tenminste, ik vond het heel tof om al deze heerlijke producten lekker te gaan proberen. Ik heb echt wel gewoon letterlijk bijna een full face met allemaal nieuwe producten. Dus dat vind ik echt wel, ja, ook gewoon heel erg leuk om te doen. Laten we dat voorop stellen. Ik ga nu in ieder geval nog even alle producten stuk voor stuk langs. Om even een conclusie te trekken hoe ik het in ieder geval als eerste indruk heb ervaren. Of ik het fijn vind of dat ik het niet fijn vind of dat ik het vaker ga gebruiken. Nou, jullie hebben wel gezien dat ik over een paar producten echt mega enthousiast was. En een paar producten een beetje sceptisch. Dus ik ga eens eventjes kijken of dat ik ze één op één vaker zou gebruiken of dat ik ze toch niet zo heel fijn vind. Ja, ik begin gelijk even met het lastigste product uit deze video. De oogcreme. Het leek mij gewoon heel erg leuk om deze te proberen en toe te voegen aan deze video. Maar ik heb het idee dat hij wel een beetje de review van de concealer een beetje in de war heeft geschopt. Ik vond het product in ieder geval fijn aanbrengen. Ik vind de verpakking handig. Dat bolletje. Ja, ik vind het in ieder geval fijn voelen. Maar als ik dan kijk hoe de concealer er nu op zit, dan ben ik wel heel erg bang dat het echt wel van de oogcreme is. Het ziet er gewoon niet uit. Op een afstandje zie je het niet, maar geloof mij maar, als ik nu naar mijn make-up kijk, vind ik mijn onderogen echt terrible. En ik ben benieuwd of dat het door deze komt. Dus ik ga ook nog een keer de concealer gebruiken zonder deze. En dan ga ik gewoon eens even kijken of deze oogcreme zo gek doet of dat hij gewoon niet zo goed op mijn huid reageert. Ik vind het in ieder geval heel moeilijk om nu te gaan zeggen, ik vind het een aanrader ja of nee. Want ik zei, het voelt fijn, dat balletje vind ik lekker fris. Maar ik vind het ook wel heel belangrijk dat mijn make-up goed zit. Dus dit vind ik een beetje een twijfelgeval. Dan het lipmasker. Nou, zover ik weet is hij nog niet te koop in Nederland. Dus het is niet dat ik per se zeg van je moet nu naar de winkel en je moet deze hebben. Ik vind het wel heel fijn. En dat komt voornamelijk omdat het best wel een dikke substantie is. Ik had ook echt issues met dit uit de tube te krijgen. Maar het is zo hydraterend dat het gewoon heel snel intrekt, maar wel een soort van laagje achterhoudt. Dus eigenlijk wat hij zei, dat klopt wel gewoon. Het is echt een soort van laagje wat het over de lippen heen legt. En ja, ik vind het echt gewoon super tof dat ik deze heb mogen proberen. En ik ga dit wat mij betreft gewoon vaker gebruiken. Maar nu ben ik wel benieuwd of ik het fijner vind overdag of voor het slapen gaan. Dus dat ga ik de komende tijd in ieder geval even uittesten. Nou ja, ik begin al te lachen, maar ja, dan de concealer. Ik vind het nu echt heel moeilijk om te zeggen of dat dit nu de concealer is die ik niet fijn vind, of dat het toch door de combinatie komt met de oogcreme. Dus ik ga deze echt gewoon de komende week alleen maar gebruiken om te kijken, is dit gewoon geen fijne concealer of wat is dit? Naar mijn idee heb ik niet heel veel gebruikt, maar als ik nu naar mijn make-up kijk, is het net of dat ik gewoon die hele tube erop gesmeerd heb. Het ligt er gewoon heel dik op. Heel veel textuur en ja, ik vind het gewoon niet mooi. Toen ik hem net aanbracht, vond ik wel dat hij gewoon fijn blendde en echt een beetje een glow heeft. Dus ja, dat hij iets creamier is, dat is wat mij betreft wel te zien. Maar nu ben ik dus wel even benieuwd of dat dit niet helemaal zeg maar de concealer is voor mij. Of dat het echt aan die oogcreme ligt. Dus sorry als je graag had willen weten of dit een nieuwe favoriet zou worden. Ik kan het dus helaas even moeilijk testen op deze manier. Maar ga zeker kijken naar de toppers en floppers van april zodra die online staat. Want dan zal ik absoluut even laten weten of dit een nieuwe favoriet is geworden of niet. Oh, ik vergeet helemaal de brush. Die vond ik ook heel erg fijn. Vind ik hem nou per se heel erg veel beter of minder als de It Cosmetics brush? Vind ik lastig, want hij heeft echt een totaal andere shape. Dus dat maakt het ook lastig. Ik heb wel het idee dat deze iets meer kabuki is, dus iets compacter is, waardoor die misschien nog iets meer dekking geeft. Dus misschien op de dagen dat ik iets meer dekking wil, omdat mijn huid wat onrustig is, dat ik sneller naar deze zou grijpen. Maar ja, ik vind het gewoon een hele fijne brush. En als je toevallig gaat bestellen bij Rare Beauty, dan zou ik zeggen, ga hem proberen, want ik vind hem wel gewoon heel erg fijn. Maar om hier nou per se extra voor te betalen, omdat het zo'n fantastische brush is,
Ja, dat nou ook weer niet per se. Maar ik vind het wel gewoon een fijne brush. Ik zou deze zeker wel gewoon blijven gebruiken. Dan, poeder. Ja, ook dit vind ik nu dus heel lastig om te beoordelen. Vooral de poeder voor onder de ogen. Wat ik zei, ik heb wel het idee dat hij het allemaal iets frisser heeft gemaakt. Dus op het eerste gezicht heb ik wel het idee dat dit gewoon een fijn product is. Misschien ook leuk om hier een keer mee te gaan baken. Om te kijken of dat ook een mooi effect geeft. Maar op zich, als je nog op zoek bent naar een goede poeder voor onder de ogen. En dan niet zo houdt van zo'n pressed powder zoals die van Pat. En echt meer van de losse poeder bent. Dan denk ik dat dit best wel een vergelijkbaar product is. Ja, dan de poeder op het hele gezicht. Wat ik al zei, ik heb echt het idee. En ook in combinatie met die bronzer. Dat het er gewoon heel natuurlijk uitziet. Dus ja, ik word daar best wel blij van. Ik vind het alles behalve oily of juist heel mat. Vooral mijn voorhoofd heb ik natuurlijk wat meer gebruikt. Ja, vind ik er gewoon echt heel mooi uitzien. Dus ik heb mijn voorhoofd vind ik er mooi uitzien. Klinkt gek. Maar ik vind er ja, gewoon echt mooi uitzien. Fris. Dus dit zou echt wel een poeder zijn die ik vaker zou gebruiken. Dus misschien dat ik hier nog wel een full size van koop voordat het niet meer kan. Maar ja, ik vind het wel een leuke ontdekking. Nou, dan denk ik mijn favoriete ontdekking van deze video. Dat is toch echt wel de bronzer van Tarte. Ik begrijp 100% waarom dit zo'n hyped product is. Het ziet er nog steeds gewoon echt super mooi uit. Wat ik zei, aan deze kant is het iets vlekkeriger, maar het komt echt een beetje door die droge plekjes op mijn huid. Maar aan deze kant ziet het er zo smooth uit. Ook op het voorhoofd. Het is alles behalve droog of cakey. Super mooie kleur. Dus ja, ik denk dat ik hier zelfs wel de full size van ga bestellen. Want I love it. Nou, dan de blush. Die vind ik ook echt super mooi. Dit is gewoon echt een product voor mij. En ik heb hem dus best wel al een tijdje in de la liggen om te wachten voor deze video. En ik ben blij dat ik hem eindelijk heb kunnen proberen. En ja, dat ga ik ook zeker blijven doen. Ook in combinatie met de bronzer. Gewoon een hele mooie kleur. Lekker fris. Beetje glowy. Precies waar ik van hou. Dus ja, dit vind ik ook echt wel een toppertje. Nou, de highlighter vind ik ook best wel heel erg een positieve verrassing. Hij is ietsje rozer als wat ik normaal gesproken zou dragen. Maar ik vind hem zeker niet te donker. Hij is lekker fris. Hij is heel smooth. Ja, werkt gewoon top. Dus als je zelf echt even een cadeautje wil doen. Want het is natuurlijk echt wel een high class product als je het zeg maar zo ziet. Dan is dit wel echt een heel mooi product. Dus ja, ik ben wel blij dat Pat zeg maar een nieuwe highlighter is gaan maken. Want die van de Holiday collectie was iets minder heb ik begrepen. Ja, dan nog een ander product dat me echt verrast heeft. Dat is dus het wenkbrauwpotlood van House Laboratories. Het zit er nu alweer even op en ik vind het er gewoon nog steeds echt kakstrak op zitten. Ik denk dat de kleur ietsje koeler is dan wat ik normaal gesproken gebruik. Maar juist echt perfect match met mijn eigen haar. Dus ja, dat vind ik wel echt een plus. Het ziet er super basic uit. Ik had er echt geen verwachtingen bij. Maar ik vind het echt een fijn potlood. Dus ik ga deze zeker blijven gebruiken. Dus leuke verrassing, absoluut. Dan de oogschaduw met het prachtige doosje. Nou, ik vind de ooglook echt heel mooi geworden. Hij is iets rozer zoals ik normaal gesproken zou dragen. Maar ik vind het wel echt gewoon mooi complementeren bij mijn huid en bij mijn ogen. Dus ja, ook hier ben ik gewoon enthousiast over. Dus ja, ik vind Pat gewoon echt een heel mooi merk. En de oogschaduws worden wat mij betreft eigenlijk gewoon iedere launch beter. En dat is ook maar weer te zien met deze look. Dan de eyeliners van House Laboratories. Nou, het feit dat je er gewoon een wing mee kan maken met een potloodje. Dat vind ik best wel heel sick. En dat werkt wat mij betreft best wel goed. Ik ga natuurlijk wel even testen hoe lang het uiteindelijk is blijven zitten. Ja, voor deze ooglook is deze kleur Pride niet zo heel goed zichtbaar. Maar ik heb natuurlijk in de swatch kunnen zien dat hij echt wel mooi diep paars metallic is. Dus ja, ik vind dit ook wel eigenlijk een heel mooi product. Ik vind het vooral leuk wat ik al zei dat ze gewoon heel veel kleuren heeft. En daardoor kun je gewoon echt heel lekker spelen met die eyeliners. Dus dat vind ik wel echt tof gedaan. En het lijkt me ook leuk om hier wel een keertje een beetje een out of the comfort zone look mee te maken. Dat je bijvoorbeeld echt een beetje een soort van graphic liner maakt. Zonder oogschaduw met deze potloden. En ja, vooral omdat ze natuurlijk bij elkaar matchen. Ga ik dat denk ik wel een keertje doen. Dan de mascara. Vind ik een beetje een teleurstelling. Ik denk als ik nu even moet beoordelen met hetgeen wat ik kan beoordelen. Dat ik dit toch wel ja, een beetje een bummer vind. Ik vind het er niet lelijk uitzien. Mijn wimpers staan wel gewoon mooi omhoog. Maar die kunnen echt nog veel hoger, zeg maar. En ik vind niet dat deze mascara dat per se heel erg laat zien. Dus de verpakking is mooi. De brush werkt fijn. Ik vind het voor mijn onderwimpers wel heel fijn. Maar ja, het is niet dat ik nu gelijk zeg, dit is echt mijn nieuwe favoriete mascara. Maar zoals ik al zei, ik moet mascara's altijd een beetje leren kennen. Op een gegeven moment weten hoe ik ermee moet werken. En dan kan het in één keer nog een verrassing worden. Maar zo op het eerste gezicht ben ik niet helemaal mind blown. Nou ja, dan de lippen. Ook hier ben ik eigenlijk totaal niet teleurgesteld over. Ik vind de lip liner van Vive vind ik echt
heel erg fijn. Leuke verrassing. En ja, als ik dit zo zie, zou ik oprecht meer kleuren kopen. Ik vond het alleen wel moeilijk om te zien welke kleuren ik het mooiste vond. Want heel veel kleuren zijn vrij bruin en echt... ja, nude. En dat is gewoon niet mijn ding. En dit is wel mijn ding. Als het goed is, zitten er ook bijpassende lipsticks bij die je zeg maar zou kunnen kopen. Dus Brad heeft dus als het goed is ook een lipstick. Maar die zijn echt extreem mat. Dus die zou ik zelf denk ik niet zo snel proberen. Maar ik zou dit als lipliner best vaker gebruiken. En misschien nog een keer een andere kleur kopen. Dus ik vind dit wel een leuke verrassing. En als het goed is, zijn alle producten van Vive Muse, als ik het goed zeg, te koop bij Cool Beauty. Dus als je wil proberen, dan kun je ze dus daar vinden. Nou, dan de lipstick van Guerlain. Dit is natuurlijk gewoon echt wel een plaatje om te zien. Dus de verpakking vind ik echt gorgeous. Ik vind de lipstick ook wel fijn. Ik vind het een bijzondere formule. Ja, het is dus echt een beetje glittery, maar het ziet er gewoon heel natuurlijk uit. De shape van de lipstick vind ik heel erg mooi, maar niet heel praktisch. Dus daar moet je wel een beetje mee oefenen. Ja, ik vind het wel echt gewoon een hele mooie lipstick. Dus als je jezelf echt gewoon een cadeautje wil doen en echt gewoon ontzettend lipstick lover bent, dan moet je eigenlijk gewoon een keer zo'n Guerlain lipstick aan je collectie toevoegen. Want ze zijn echt gorgeous en zo fijn. Dan de gloss. Nou ja, ik vond dit natuurlijk wel echt een beetje spannend toen ik hem opdeed. Ik denk dat dat ook wel te zien was. Maar ik vind het een mooi resultaat. Hij is nu een beetje gaan mengen met de lipstick. En dan zie je dat hij gewoon heel erg mooi aansluit op de lipkleuren. Ja, ik vind het wel vrij shimmery, wat ik al zei. Dus daar moet je echt van houden. Maar je kan hier wel echt leuk mee spelen. En ik denk voor de visagisten onder ons dat dit ook wel hele fotogenieke producten kunnen zijn. Dus ik vind deze mini set wel echt heel erg leuk. Maar of ik hier echt een full size van zou kopen, dat denk ik persoonlijk niet. En dan het laatste product waar ik zelf in ieder geval heel erg benieuwd naar was. Dat is dus de Milk Hydro Grip Set & Refresh Spray. Nou, op het eerste gezicht ben ik hier enthousiast over. Vind ik dat mijn huid er mooi uitziet, fris uitziet. Dus ik ga voornamelijk eens even testen de komende tijd hoe dat die de houdbaarheid van mijn make-up behoudt. En of dat die inderdaad gedurende de dag zo lekker gehydrateerd blijft. Dus ja, ik vind het tot nu toe een positieve verrassing. Ik vind het er leuk uitzien. Het werkt fijn, de spray is fijn. Ik word hier blij van. Oké, nou, ik ben super benieuwd hoe lang deze video is geworden. Want ik heb nu echt wel een full face make-up getest. Ik vond het weer een heerlijke video om op te nemen. Ik hoop dat mijn blijdschap in ieder geval eraf straalde. En ik heb echt alweer een aantal hele mooie producten ontdekt. Wat ik al zei, ik ben zelf ook heel erg benieuwd wat uiteindelijk mijn favorieten gaan worden. En welke misschien toch een beetje gaan tegenvallen. Maar dat is dus te zien in de toppers en floppers van april binnenkort. Voor nu wil ik jullie in ieder geval ontzettend bedanken voor het kijken naar deze video. Heb je er nou ook zo heerlijk van genoten? En ben je dol op full face video's? Doe dan zeker even je duimpje omhoog. En ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Dat kan door op de rode abonneerknop te rammen onder deze video. En ook lid te worden van de Shark & Me familie. Ik zou het super leuk vinden als jij je erbij voegt. Ben ik natuurlijk nog wel benieuwd wat jouw favoriete product was uit deze video. Of welke jij ook absoluut wil gaan proberen. Laat dat ook zeker weten beneden in de reacties. En dan zie ik je weer graag woensdag weer met een nieuwe video. Tot woensdag! Doei!